Nou, ik geloof dat we er wel van uit kunnen gaan dat we compleet zijn. Dus ik stel voor dat we beginnen. Als mensen een stukje van deze introductie missen, is ook niet zo'n groot probleem. Welkom allemaal bij deze eerste expertmeeting van de serie die we gepland hebben, waar er nog twee op zullen volgen. Mijn naam is Tineke Schaai. Ik ben de overall programmamanager van BBMRI. En daarnaast heb ik ook een aantal taken binnen Healthry. Dat geldt ook voor de andere mensen die hebben meegeholpen met deze sessie te organiseren. Dat zijn Robin Verjans en Sophie Hansen, die ook in de sessie is. Wij zijn allemaal mensen die met één been in BBMRI werken en het andere in Healthry. En soms ligt de balans wat meer aan de ene kant en soms aan de andere kant. Ik kan me voorstellen dat het voor de buitenwereld soms lastig is, waar het een begint en het ander opbouwt. Dat is voor ons ook. Maar dan weten jullie in ieder geval dat we allemaal bij beide initiatieven betrokken zijn. En ook proberen zo goed mogelijk dat langzaamaan te gaan integreren. Dat is denk ik wat ik als opening wilde zeggen. Ik denk dat ik dan kan gaan proberen naar de eerste slide te gaan. Ja, kijk aan, dat lukt. Nou, deze serie dus, een virtuele serie. Helaas moesten we het virtueel maken. Online was mooi geweest, maar ik denk dat dit een goed alternatief is. Die echt gericht is op de praktische zaken van het beschikbaar maken van zorgdata en van ook gezondheidsdata voor onderzoek. Dat kan zijn data die in registers wordt verzameld, maar ook data die binnen onderzoeksprojecten wordt verzameld. En data die bijvoorbeeld uit datacohorten of uit biobanken komt. Dus in de bredere zin van het woord. De volgende slide, ja. En daarvoor is het goed om een heel klein stukje te vertellen over wat er binnen BBMRI allemaal is gebeurd. En ook wat er binnen Healthry gebeurt, om die scope wat scherper te maken. Voor de mensen die de projecten niet goed kennen, BBMRI is een biobankinfrastructuurproject. Waarin we verschillende tools hebben ontwikkeld voor het vindbaar maken en het toegankelijk maken van materialen, maar ook van beelden en van data. Daarnaast hebben we ook tools ontwikkeld voor onderzoek, dus voor het genereren van data, het integreren daarvan in de analyse, zoals je in dit overzicht ziet. Wat daarbij heel belangrijk is, is dat we proberen dat zo te doen dat ook wat wij dan de ELSI-aspecten noemen, daarin worden meegenomen en helder zijn. Dus dan gaat het over de ethische, juridische en maatschappelijke implicaties daarvan. Dus daar zijn verschillende tools en services voor ontwikkeld, waarvan we hopen dat onderzoekers daarvan kunnen profiteren om dit makkelijker of inzichtelijker te maken. En in dat proces is ook een hoop kennis gegenereerd die we beschikbaar stellen via de website van BBMRI. Dus dat is eigenlijk de geschiedenis daar en waar we nu ook nog wel middenin zitten. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven, waaronder BBMRI, maar ook andere, samengegaan om samen te gaan werken naar wat Healthry beoogt. En dat staat op de volgende dia, ja. Healthry bouwt eigenlijk voort op dit soort initiatieven en probeert dat geheel te integreren in een nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoek. Omdat mensen merkten dat toch veel van dit soort infrastructurele ontwikkelingen in verschillende zuilen plaatsvonden in plaats van dat het ook geïntegreerd werd. Dus er is een stuk voor samples, er is een stuk voor data, maar het liefst het allemaal bij elkaar. Een stuk zat er heel veel overlap in. Dat is eigenlijk de basis geweest en dat is ook de reden dat we nu dit initiatief en deze expert meetings ook zowel vanuit BBMRI als vanuit Healthry samen gezamenlijk organiseren. Healthry heeft drie actielijnen opgesteld. Het eerste gaat over het bijeenbrengen van partijen om dan gezamenlijk tot afspraken te komen over wetgeving, beleid en financiering bijvoorbeeld. En daar ook gezamenlijk mee naar buiten te treden richting bijvoorbeeld financiers of beleidsmakers. De tweede actielijn gaat over het bouwen van die gedeelde federatieve nationale infrastructuur voor gezondheidsdata. En wat daarbinnen moet gebeuren is dat mensen hun expertise kunnen delen. Bijvoorbeeld binnen afgebakende communities, maar ook in de interactie tussen die verschillende communities. En daarnaast ook dan gezamenlijk na kunnen denken over wat moet er nou ontwikkeld worden om dit nog verder te brengen. En de derde actielijn bestaat uit een pakket van diensten en services die aangeboden worden aan onderzoekers. Dus hier zie je ook een aantal van de beeldjes terug die we ook
binnen Baby en Marie al hebben laten zien, een aantal van de services waar we daar een start mee gemaakt hebben of soms al verder zijn, die dan ook weer hier binnen Healthry een plek kunnen krijgen. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld de community van mensen, dus de biobank community, die daar natuurlijk al ontstaan is, is dan weer onderdeel van de tweede actielijn, waarin ook expertise gedeeld wordt, ook binnen bepaalde communities. Nou, deze expert meeting, die is eigenlijk het zaadje daarvoor is geplant binnen een van de werkpakketten van BBMRI, waarbinnen we proberen om inderdaad data zo goed mogelijk beschikbaar te maken en daarvoor infrastructuur te ontwikkelen om dat makkelijker te maken en beter te managen. En wij merkten dat er toch nog wel hier en daar wat koudwatervrees was om dan over te stappen op een IT-tool bijvoorbeeld, om dat dan mee te doen. En om ook te kijken over de eigen grenzen heen. Nou, hoe gebeurt dat dan bij anderen en hoe kunnen we daar een stap verder? Dus toen dachten we, misschien is het gewoon goed om verschillende partijen die dat al doen, of partijen die dat wel willen doen, maar nog niet precies weten wat een goede manier daarvoor is, of mensen die gewoon interesse hebben, eerst eens bij elkaar te brengen en wat beter van elkaar te laten leren van wat er eigenlijk allemaal al gebeurt. Dus daarvoor hebben we 6 partijen uitgenodigd om daar iets over te presenteren. In 3 verschillende sessies. Dus vandaag zullen Fatima El Meslaki, ik hoop dat ik je achternaam goed uitspreek, en Ivo Gorissen wat vertellen over de microdata die CBS ter beschikking stelt voor onderzoek. En daarnaast zal Saskia Houteman iets vertellen over de Nederlandse hartregistratie. En in de volgende sessie op 12 november zullen dan Erik van Ieper en Wanda Hermans van Ast aan bod komen om iets over te vertellen over het Durrecenter. En Peter Prins en Vincent Ho zullen iets zeggen over de Nederlandse kankerregistratie bij IKNL. En in de laatste sessie zullen dan Lifelines aan bod komen en de Data Hub, verzorgde Trinke de Jong en Pascal Suppers. Dus dit is hoe we het opgebouwd hebben, in de hoop dat we hier eigenlijk een verscheidenheid aan databronnen, organisaties die daarachter zitten, aan bod kunnen laten komen, die daar allemaal zo hun eigen manieren voor gevonden hebben, in de hoop dat we die praktische zaken daaromheen goed uit kunnen wisselen. Het idee is om daarna te kijken, zijn daar nou nog hete hangijzers uitgekomen waarmee we meer zouden willen doen? Om dan misschien nog wel een vervolg hieraan te geven, waarbij we dan sessies organiseren waarbij we wat meer de diepte ingaan. En ook kijken van, hoe kunnen we die hete hangijzers adresseren? Hoe kunnen we zorgen voor misschien meer samenwerking of meer interactie? Dus dit zijn echt verkennende sessies en de volgende serie kan mogelijk wat meer de diepte ingaan, afhankelijk van wat er hier aan bod komt. Ik denk dat dit is wat ik wilde zeggen. Even op mijn speakbriefje kijken. Ja, nog even wat praktische punten. Het is denk ik makkelijk om zo meteen de vragen te bewaren tot na de presentaties, omdat het toch met heen en weer schakelen binnen Microsoft Teams soms wat rommeligheid oplevert. Dus dat is dan goed om even tot het einde te bewaren. Er komt daar mogelijkheid om via Slido of via de chat of via het opsteken van het handje in Microsoft Teams je vragen te stellen. Ik geloof dat dat is wat ik moest melden aan praktische zaken. Ja. Dus dan stel ik voor dat we overschakelen op de eerste spreker van vandaag en dat is Fatima. Even kijken of we jou in beeld kunnen krijgen. Dan moet je iets gaan zeggen, denk ik. Dat is wel zo leuk. Kijk, we horen je stem. Mooi. Maar we zien je nog niet. Oké. Jij moet denk ik stoppen met delen dan. Nee, want ik deel hem niet. Oh, sorry. Even kijken of we... Ja, nu zien we Fatima in ieder geval. Nou, heel even, dat was vast een beginnetje. Oké. Nou, we gaan je zo meteen vast zien als ik mijn mond hou. Dat zal ook helpen. Fijn dat je wat wilde vertellen samen met Ivo over de microdata die CBS ter beschikking stelt. En ik zou zeggen, ga je gang. Dankjewel. Dankjewel, Tineke, voor de introductie. Hij gaat alleen nu naar beneden. Ik moet even de controle over de presentatie nog hebben. Is het bij iemand anders nog die hem... Ja, je hebt helemaal gelijk, zie je. Ik wist wel dat ik wat vergat. Ja. We hadden natuurlijk nog een paar vragen die we eerst wilden stellen aan jullie voordat we beginnen. Ik denk dat we nog één vraag teruggaan.
Ja, ik ben het aan het proberen, Tineke. Eén momentje, even kijken. Ja. Nee, dit klopt. Ik kan wel vast zeggen wat de vraag is. Precies. In ieder geval willen we jullie vragen om in Slido even in te loggen met je telefoon. Dat kan door een foto te maken van de QR-code die we nu niet meer zien. Als het goed is, komt die nu in beeld. Dat duurt even. Ja, die komt nu in beeld. Oh, nee, wacht. Dan test je van tevoren alles, ongeveer 10 keer. Precies. En dan nog gaat het zo. Omdat iemand zo eigenwijs is om een onderdeel over te slaan. Excuses hoor, kijk, daar is die. Geen probleem, nou doet hij. Ja, en we willen jullie vragen als je daar bent ingelogd via de QR-code of door gewoon naar de website te gaan en dan het wachtwoord in te vullen. Wat je verwacht van deze expert meeting. Dan krijgen wij kort daarvan een indruk en jullie ook van de antwoorden die jullie onderling hebben ingevuld. Ik hoop dat dat lukt om dat ook te doen. Nou, die had ik wel verwacht, informatie. Ja. Oh, dat is ook mooi. Kennis van beschikbare data, heel goed. Netwerk. Ideeën. Weten wat er speelt, ja. Een overview, dat is toch weer anders, ja. Ervaringen, nou dat hopen we, dat was ook zeker een van de doelen om die uit te wisselen. Link tussen populatie en healthcare data, dat zijn denk ik ook hele belangrijke zaken. Tips en tricks, altijd goed. Ik zag er net één voorbij komen waarvan ik dacht, even kijken, waar was die? Uniform patient, individual identifier. Ja, dat is alvast een heet hangijzer die we kunnen opschrijven, denk ik. Wellicht horen we daar zo wat meer over. Nieuwe ideeën. Overlap, ja, lijkt me ook heel goed om te weten dat we niet allemaal hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Volgens mij zijn dit wel zo'n beetje de antwoorden, denk ik, die binnenkomen. Leuk, goed om te zien. Ik had van tevoren tegen Robin gezegd, er bestaat het risico dat er vooral staat informatie, maar het is toch nog wel een hoop meer geworden. Dus dat vind ik erg leuk. De tweede vraag is wat jullie ervaring is met het beschikbaar maken van zorgdata. En daar hebben we 4 categorieën voor gegeven. Dus je kunt daar eentje van kiezen. Of iets wat ongeveer past, dat mag ook. Nou, het lijkt erop alsof iedereen helemaal ervaren is. Oh nee, gelukkig niet. Of gelukkig wel, zou ik misschien moeten zeggen. Maar dan hadden we dit voor niks georganiseerd. Ja, kijk, we zien dat veel mensen wel de data graag beschikbaar willen maken, maar wel problemen ondervinden in bijvoorbeeld het koppelen met andere organisaties. Dat is natuurlijk ook echt wel een ingewikkeld aspect. Ook een aantal mensen met al veel ervaring, een aantal met minder ervaring. Nou, dit was denk ik ook wel een beetje wat we zo verwacht hadden. Dus denk ik goed om te zien. En nou ja, ik hoop dat we in ieder geval wat meer ervaringen kunnen gaan delen de komende tijd. Om daarna wellicht nog wat meer de diepte in te gaan. Fatima, nu dan echt, het woord is aan jou. Dankjewel. Ja. Nou, het wordt voor mij de eerste presentatie online, dus ik zie de gezichten niet heel erg goed. Als er toch nog vragen zijn, dan ben ik blij dat er een optie is om dat via de chat te doen. Dan beantwoord ik die straks na de presentatie. Nou, ik ga jullie kort iets vertellen over het CBS en vervolgens ook iets over de microdata services die wij zelf hebben voor de datadelen in het CBS. En vervolgens ga ik iets vertellen over de mogelijkheden, voorbeelden van hoe data binnen de remote access omgeving onderdeel van van de microdata services gebruikt kunnen worden. We hebben ook een roadmap om te laten zien hoe zo'n traject er nou uitziet. En vervolgens wil ik nog kort iets vertellen over Odyssey. Ik heb ook een aantal voorbeelden op de sheet staan van projecten die op dit moment lopen binnen de remote access omgeving. Dus misschien ook wel leuk om daar nog kort op in te gaan. Oké, nou laten we maar meteen beginnen met het CBS als
organisatie. Om statistieken te kunnen maken, halen we continu data binnen uit verschillende registers. Je kunt dan denken aan gegevens uit de basisregistratie personen, maar ook gegevens die komen uit de ziekenhuisopnames van de DHD. En die gegevens die verzamelen wij en daar maken wij statistieken van. En die gegevens zijn niet altijd even, we kunnen niet altijd een compleet beeld geven van wat er precies speelt. En om die reden maken wij ook vragenlijsten of surveys om extra gegevens op te vragen. En die gegevens verzamelen wij en ook daar publiceren wij over via een upload of een open dataportaal. Die zijn openbaar beschikbaar, die kunnen ook op dit moment ook gebruikt worden. Het zijn wel geaggregeerde gegevens, maar het levert wel mooie statistieken op. Die gegevens, daar maken wij zelf dankbaar gebruik van. Maar daarnaast willen wij die data ook natuurlijk graag delen met anderen. De directeur-generaal die kan die gegevens vanuit de CBS-wet op verzoek delen met organisaties ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dan hebben we het over organisaties die onderzoek doen op microdata. De universiteiten en planbureaus die zijn vanuit de wet al gemachtigd om daar onderzoek op te doen. Maar er zijn ook organisaties als onderzoeksbureaus of onderdelen van ministeries of gemeentes die ook graag willen werken op die data. En die moeten in eerste instantie een machtiging aanvragen om te mogen werken op deze data. Dan ga ik even door naar de volgende sheet. En nu wil ik weer terug naar de vorige. Ik weet niet hoe dat even makkelijk kan. Een pijltje terug? Kun je met een pijltje terug? Nee, ik ben hem weer kwijt, geloof ik. En dan, de directeur-generaal die kan het BSN-nummer opnemen in een registratie. En die kan daar gebruik maken ten behoeve van statistische doeleinden. Dat is natuurlijk best gevoelig. De privacy heeft daarom bij ons een zeer hoge prioriteit. En staat ook voortdurend op onze agenda. We willen niet dat er gegevens op straat belanden over personen of over individuen. Een belangrijke wet die daarop aansluit is een artikel 37 uit de CBS-wet. En daarin staat dat er ook inderdaad op geen enkele manier herkenbare gegevens over de afzonderlijke personen of huishoudens of instellingen het CBS mogen verlaten. Ja, we proberen ook onderzoekers die gebruik maken van onze microdata bewust te maken dat ze werken met zeer gevoelige gegevens als het inkomen, het vermogen van een persoon of een bedrijf. Maar ook vooral de medische gegevens of gegevens over criminele activiteiten. Dat zijn gegevens die je niet zomaar op straat wilt laten belanden. Om over te gaan naar onze microdata services, waar dit nou allemaal mogelijk is. Ik heb al kort iets verteld over de instanties die toegang krijgen tot onze microdata gegevens. Dat zijn ook de enige instanties die toegang krijgen. Het is, ze moeten altijd toestemming vragen of een machtiging aanvragen via onze DG. En dat mag alleen als het gaat om statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Het is niet de bedoeling om een eigen database te verrijken met de gegevens die wij binnen onze remote access omgeving hebben. En het is ook niet de bedoeling om met onze gegevens opsporingsactiviteiten te doen binnen de RA. Verder moeten de resultaten die uit zo'n onderzoek voortkomen, moeten gepubliceerd worden voor de openbaarheid. Dat is een van de eisen of voorwaarden om te kunnen werken binnen de remote access omgeving. En verder zijn er een aantal voorwaarden, die gaan over de beveiliging, maar ook over privacy, waaraan moet worden voldaan voordat er gewerkt kan worden binnen de RA. En verder zijn er natuurlijk ook de kosten aan verbonden. We vinden vertrouwen en geheimhouding ontzettend belangrijk. Daar ga ik straks nog wel wat meer over vertellen. Het gaat erom dat de onderzoekers die werken binnen zo'n remote access omgeving wel bewust zijn van dat werken binnen zo'n beveiligde omgeving. Om een
idee te geven van het gebruik van deze microdataservice hebben we een aantal cijfertjes op deze sheet gezet, waar duidelijk te zien is dat er best snel projecten op dit moment lopen binnen de remote access omgeving. Zo'n 550 projecten zijn al actief. Maar dit neemt elk jaar weer toe. We merken dat er wel ontzettend veel interesse is in onze microdata en in deze services. We zijn erop voorbereid. Het werkt allemaal gelukkig. Dus we hopen alleen maar meer mensen te kunnen helpen met deze service. Ik ga nog even kort iets vertellen over de remote access omgeving, hoe dat nou precies werkt. Zoals ik net al zei, is het wel de bedoeling dat alleen iemand werkt binnen de remote access omgeving die daartoe gemachtigd is. We vragen daarom aan de onderzoekers om altijd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en een awareness test te doen om hem of haar zoveel mogelijk bewust te maken van de veiligheid. Dat gaat via een tweetrapsverificatie. Dus vanuit zijn eigen pc kan de persoon of de onderzoeker inloggen met behulp van een sms-code en een tokencode. Vervolgens kan hij toegang krijgen binnen de remote access omgeving, waar hij vervolgens kan analyseren. Hij krijgt dan alleen een selectie van het aantal bestanden die hij zelf nodig heeft om zijn vragen te beantwoorden. Het is niet zo dat hij dan toegang krijgt tot alle microdata die we daar hebben. Het gaat echt om alleen die bestanden die nodig zijn om zijn vraag te kunnen beantwoorden. Dat kan door gebruik te maken van verschillende statistische tools, zoals SPSS en Stata. En deze omgeving is dan beveiligd. Dit is niet alleen in een, beveiligd binnen een CBS-omgeving, maar het is ook nog eens... Binnen zo'n omgeving is een project dan beveiligd van andere projecten. Dus er kunnen meerdere projecten naast elkaar binnen zo'n beveiliging, zo'n beveiligde omgeving werken, zonder dat ze elkaars mappen kunnen bekijken. Op het moment dat de analyses gedaan zijn en resultaten uit het onderzoek gedaan zijn en vervolgens gedeeld kunnen worden en open voor de openbaarheid, moet de onderzoeker ons daar eerst van berichten. We controleren dan of dat die gegevens inderdaad niet onthullend zijn. Dat doen we met behulp van verschillende outputcontroleurs. We proberen zoveel mogelijk met meerdere ogen naar zo'n output te kijken om zeker te zijn dat het niet onthullend is. En vervolgens vragen we aan de onderzoeker om die gegevens dan ook te publiceren. Nou, een andere mogelijkheid is om zelf data in te brengen. Dat kan via een upload. Dat staat hieronder ook... genoemd. Je kan binnen de remote access omgeving ook je eigen data inbrengen. Daar wil ik nog even kort iets over vertellen. Dat ga ik doen met behulp van een figuur op de volgende sheet. Het begint eigenlijk met de doelbinding van een project. Je wilt wel zeker weten dat een bestand valt binnen de doelbinding van een project. Het is niet zo dat je zomaar alle bestanden die je interessant vindt in een bepaald project binnen mag halen. Als dat akkoord is, dan willen we ook graag weten of dat het bestand rechtmatig verkregen is. We willen dus wel zeker weten dat het juridisch allemaal goed gedekt is. En je kunt dan denken aan de AVG, maar ook voor gezondheidsonderzoeksbestanden is de WGBO ontzettend belangrijk. Als dat allemaal akkoord is, dan willen we ook weten wat voor soort sleutelvariabelen in het bestand zitten, zodat we weten of dat het dan gekoppeld kan worden. Op het moment dat we dat weten, kan het bestand worden geüpload in een beveiligd uploadportaal. Dat kan gedaan worden door de leverancier van de data. En op het moment dat wij dat dan binnenkrijgen, dan wordt dat aangeboden ter versleuteling. Dat gebeurt door een speciale afdeling binnen het CBS. Alleen zij hebben inzage in BSN en alleen zij kunnen dan die versleuteling ook doen. Op het moment dat dat bestand dan versleuteld en gepseudonymiseerd is, dan wordt dat geplaatst binnen het project wat uiteindelijk dat eerste bestand heeft aangeboden. Dus het is niet zo dat elk project dan dat bestand binnenkrijgt. Dus alleen de aanvragen. Nou, dat bestand is dan voorzien van een sleutelvariabele. Met die sleutelvariabele kun je vervolgens ook weer koppelen met de microdata binnen de remote access omgeving. Nou, hetzelfde verhaal geldt als wat ik eerder heb verteld. Vervolgens kun je dan je analyses doen en resultaten ter output aanbieden. En vervolgens kan er dan daarover gepubliceerd worden. Nou, dan zullen we vast binnenkomen met wat er dan gebeurt met dat oorspronkelijke bestand. Nou, dat vernietigen wij op het moment dat wij zeker weten dat die versleuteling goed is gegaan. Dan zorgen we ervoor dat het bestand vernietigd wordt. En, het is dan niet meer terug te halen.
ga ik verder op een voorbeeld van wat je nou precies kunt doen binnen de remote access omgeving. We hebben verschillende registraties. Een aantal partijen die zijn hierop betrokken, als het goed is, op vandaag aangesloten bij deze meeting. We hebben gegevens over de zorgkosten, gegevens over Perinet, IKNL. En je kan daar allerlei leuke koppelingen mee maken. Het is eigenlijk oneindig wat je allemaal kunt koppelen aan elkaar. En wat voor soort, en ook verschillende soorten onderzoeken meedoen. Het kunnen gewoon recht toe recht aan tabellen zijn. Maar je kunt ook gewoon regressieanalyses en dergelijke doen. Je kunt direct koppelen op persoonsniveau. Dus als je kijkt naar een bepaalde persoon die ziek is. En wat voor, heeft die persoon dan hoge zorgkosten? Loopt die dan in het ziekenhuis voor bepaalde behandelingen? Maar je kunt dan bijvoorbeeld als je kijkt naar een kind wat te vroeg geboren is. Zou je ook wel willen weten wat de kansen van zo'n kind zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld kijken naar de oude kindrelatie van een moeder en een kind. Daar hebben we bepaalde bestanden voor die dat kunnen, die link kunnen leggen. Je kunt dan kijken of zo'n moeder dan bijvoorbeeld zelf al ziek is geweest. Door te kijken naar haar achtergrond. Maar je kunt dan ook de achtergrond van dat kind ernaast leggen om die verbanden te kunnen maken. En je kunt daarnaast ook broer-zusrelaties maken. Maar ook gewoon personen binnen een heel huishouden bekijken. Dus je kunt het zo complex maken als dat je zelf wil. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog surveys die wel eens meer informatie kunnen bieden op sommige dingen die dus niet in de registratie staan. Nou, een voorbeeld daarvan is een project van, als ik het goed zeg, van het NKI Antonie van Leeuwenhoek, correct me if I'm wrong, Ivo, in samenwerking met het RIVM. En die stonden voor de uitdaging om gegevens over voedselvergiftiging, salmonella en colonkanker bij elkaar te brengen. En die dan ook nog eens te voorzien van achtergrondgegevens op die personen. Nou, dat gaat lastig zonder CBS. Tenminste, wij zien CBS dan wel als de mooie oplossing daarvoor. Want dat is dan mogelijk binnen de remote access omgeving waar die gegevens apart kunnen worden binnengehaald. Dus Palga kan gegevens binnenhalen of uploaden. En het IKNL kan gegevens over kankerregistraties binnenhalen. Het RIVM. Die levert dan gegevens over het salmonella aan. Nou, die gegevens die worden versleuteld en voorzien van een koppelsleutel. En vervolgens kun je die dan koppelen aan onze CBS-data, waar gegevens over de personen waar iemand dan komt te werken of waar iemand, wanneer iemand komt te overlijden of het inkomen van een persoon. Dat zijn allemaal relevante. Heeft iemand de muis in handen? Nou, ik kan anders wel verder. Ik zal er even naar kijken, Fatima. Maar als het goed is, doet hij het gewoon. Oké, zal ik hem toch wel proberen verder te gaan dan? Ja, probeer eens. Ik heb geen controle meer. Oké, wacht. Ik ga het even opnieuw proberen. En anders laten we de dia's gewoon bij jou, Robin. Als jij dan aangeeft, Fatima, wanneer je verder wil, dan klikt Robin voor jou. Ja, graag. Als dat zou kunnen. Deze slide. Ja, precies. Nou, hier zie je een voorbeeld van hoe je een onderzoek kunt doen binnen de remote access omgeving door verschillende gebieden met elkaar in contact of in verband te brengen. Een mooi voorbeeld daarvan wat nu actueel is natuurlijk de COVID-19. Je wilt bijvoorbeeld weten of iemand een hogere kans heeft op een besmetting door te kijken of dat zo'n persoon dan wat kwetsbaarder is door te kijken naar de registraties van de huisartsen, maar ook of dat die persoon dan meer medicijnen gebruikt of over het algemeen veel meer gebruik maakt van de zorg door te kijken naar de zorgkosten. En je kunt dan ook kijken of dat die persoon dan komt te overlijden doordat die bijvoorbeeld al eerder ziek is door een kankersoort of een andere reden. Maar wat je ook zou kunnen doen is data uploaden vanuit GGD. Daar zijn ze op dit moment mee bezig. Ik weet nog niet zo goed wanneer of dat het mogelijk gaat worden. Maar dat hopen we natuurlijk zelf wel. Door te kijken naar de besmettingen. En je kan dan personen bekijken. Door te kijken of ze besmet zijn geraakt. En dan ook nog eens de regio of de
buurt waarin zo'n persoon dan woont, nog verder te belichten door te kijken of dat daar in de buurt dan bijvoorbeeld, de Nertsen, jullie hebben vast al nieuws gehoord dat daar blijkbaar in die omgeving meer kans op besmetting is. Maar je kunt ook kijken naar fijnstof, want het schijnt dat er in gebieden waar fijnstof een probleem is, dan toch wel meer besmettingen opleveren. Nou, dat zijn leuke dingen die je kunt koppelen. Je kunt ook bijvoorbeeld nog kijken naar de bedrijfstak waarin iemand werkt. Of dat iemand in de zorg werkt, of dat hij daardoor wat sneller een grotere kans heeft op besmetting. Volgende sheet, Robin, dankjewel. Nou, ik wil kort even iets vertellen over Odyssey. Odyssey is een platform wat het eigenlijk makkelijker of mogelijk maakt om microdata-onderzoek binnen de remote access-omgeving te doen. Zij geven bepaalde vergoedingen of grants uit voor microdata-onderzoek. En wat zij ook nog doen is op het moment dat een onderzoeker een grotere rekencapaciteit nodig heeft om onderzoek te doen binnen de remote access en eigenlijk veel te grote bestanden hebben die onze systemen niet aankunnen, dan kan er via een supercomputer, wat aangeboden wordt door SURF, kan er alsnog een koppeling worden gemaakt met microdata. Dat gebeurt dan in een aparte omgeving, waar wel een wat zwaardere computer de berekeningen kan maken. Als daar wat meer uitleg over nodig is, dan kan ik daar straks dus nog wel wat antwoorden op geven. Volgende sheet. Dit is de roadmap om even te laten zien hoe zo'n traject nou werkt van de microdata aanvraag. Je begint eigenlijk met een instellingsmachtiging aan te vragen. Wij beoordelen het project of dat het voldoet aan onze voorwaarden, of dat het mag en kan. Vervolgens worden de onderzoekers voorbereid op het werk wat ze kunnen gaan doen binnen de remote access omgeving. Denk aan die geheimhoudingsverklaring. Maar ook als er een upload nodig is, dan bereiden we dat ook van tevoren voor. En dan kan een project van start gaan. Vervolgens komt er een output checking, dus om de output te beoordelen of dat het onthullend is. En daarna kan het project gepubliceerd worden als dat allemaal akkoord is, of dat, als de onderzoeker daar blij mee zijn. De volgende sheet, Robin. We hebben op onze microdata-website meer informatie over onze services. Er staat echt wel gedetailleerd op de mogelijkheden. En we hebben ook nog een microdata-catalogus staan op de website, waar alle bestanden die we aanbieden per thema worden aangeboden. Het is misschien wel leuk om daar een keer in te gaan kijken. Volgende sheet inderdaad. Verder zijn er een paar publicaties die we hier op de sheet hebben gezet, waarvan wij dachten dat het wel interessante projecten zijn om een keer te bekijken. We hebben trouwens ook nog op onze website alle lopende projecten met de titels en de bestanden die ze gebruiken, hebben wij ook op de website staan. Dus misschien ook wel leuk om daarnaar te kijken, om zeker te zijn dat je niet een onderzoek gaat doen waar iemand anders al mee bezig is. En een leuk onderzoek wat ik graag wil benoemen is het onderzoek Prevalence of Breast Carcinoma Among Transgender Patients. Dat is een onderzoek dat gedaan wordt door UMC UvA. En zij kijken naar de prevalentie van kanker, borstkanker en ik geloof botbreking bij transgenders. En of dat hormoonbehandeling dat verergert. Ik weet het niet heel specifiek bij dat project, maar ik weet wel dat het een ontzettend interessant project is, omdat ze een database hebben van wat volgens mij het meest compleet is over de hele wereld. En dat gegevens bevat vanaf 1970, geloof ik. En dat is nergens op de wereld zo mooi bij elkaar gebracht als hier bij UMC. Nog een ander project. Duizend dagen, geloof ik, van een kind. Wat ontzettend belangrijk is voor vervolg of ontwikkeling van zo'n kind. En dat is misschien ook wel leuk om naar te kijken. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Je zit precies op 20 minuten, Fatima. Nou, mooi. Dan zijn we nu dan toegekomen aan de vragen. Dankjewel. Heel leuk om te horen. Ik had al wel hier en daar eens wat van gehoord. Maar het is ook wel weer fijn om te zien dat dat er ook weer nieuwe stappen mogelijk zijn en kunnen. Ik zag in ieder geval een vraag in de chat van Trienke de Jong. Ik zou wel iets meer willen horen over die awareness test. Oké. Ik zie jou aanstalten maken om te spreken, Ivo, klopt dat?
Ja, eigenlijk is het precies wat ik wil. Dus ik ben daarin geïnteresseerd. Dus ik weet niet of je daar wat meer over kan vertellen. Is dat iets wat jullie al heel lang doen? En hebben jullie daar goede ervaringen mee? En wat is de achtergrond hiervan? Ik ben erg benieuwd daarover. Als ik deze doen, Fatima? Ja, mag ook. Achtergrond is eigenlijk van daarmee te beginnen. Dat wij misschien weten dat onderzoekers niet ter kwade trouw zijn, maar het niet altijd in hun voorhoofd hebben van dat ze met individuele gegevens omgaan en dat ze daar ook heel zorgvuldig mee moeten zijn. Dat is vaak geen onwil, maar wel, noem het slordigheid. Begin tekenen ze bij ons een geheimhoudingsverklaring. Daar staat dus dat ze de gegevens geheim moeten houden, zeg maar, dus ze niet mogen delen. We hebben dus gezegd van, ook in het begin van het traject, van iemand ervan te doordringen wat er wel en niet mag. Ik geef even een voorbeeldje, het maakt het misschien wat concreter. Van over het, gaat nu niet meer eventjes, niet meer zo erg goed, maar het, in de trein reizen en dan op je laptopje op de onbeveiligde wifi van de NS zitten. Nou, dat zijn dingen die om meerdere redenen niet mogen, maar die, als je niet van bewust bent, misschien best een keer zouden kunnen gebeuren. Dat soort zaken brengen we graag onder de aandacht van de onderzoekers. Dus in het begin krijgen onderzoekers, voordat ze toegang krijgen, moeten ze een awareness test afleggen. Die moeten ze met goed gevolg afleggen, anders krijgen ze geen toegang. Dus nog wel een keer een herkansing. Als ze inloggen iedere keer, dan moeten ze ook een awareness-vraag beantwoorden. Het idee daarachter is van, als iemand 2 of 3 jaar onderzoek doet, dan is je natuurlijk die vragen van in het begin helemaal kwijt. En zo houden we het de onderzoeker alert. Dat is het idee erachter. Ja, ik vind het echt wel heel interessant. Ik zou op zich wel die vragen die jullie stellen wel willen zien. Ik weet niet of dat een mogelijkheid is om die ergens te vinden. Of dat die ook al gevoelig zijn en niet gedeeld mogen worden. Ja, precies. Het laatste inderdaad. Met name omdat we willen voorkomen dat het zaak zijn die onderzoekers, dat ze weten van, oké, hier bij deze vraag moet ik aanvullen. Hier is het altijd D. Delen we die niet in principe. Ik kan er wel een keertje wat meer over vertellen, zeg maar. Het zijn in ieder geval allemaal vragen die met de stukken die wij leveren altijd beantwoord kunnen worden. Ja. Dus als je de website en de procedure erbij haalt, zouden die vragen daarmee beantwoord moeten kunnen worden. We hebben denk ik nog tijd voor 1 andere vraag. Ik heb zien binnen de chat niks binnenkomen en ook geen handjes volgens mij. En, oh jawel, ik zie nu een handje. Ik ga even kijken wie dat is. Geraldine, binnen. Ja. Eigenlijk een simpele vraag. Hoe lang duurt het vanaf aanvraag totdat de werkomgeving gereed is? Dus hoe snel kun je aan de slag? Ja, die vraag gaat wel een beetje verwachten, Ivo. Ja, dat duurt. Het is een beetje afhankelijk van wat je precies wilt. Als je een databestand wilt laten uploaden, dan kost dat meestal wat meer tijd, want dan moet het nog versleuteld worden. Maar het is ook nog afhankelijk van of dat je al kennis, of dat je al bekend bent met microdata-omgeving. We zeggen eigenlijk 4 weken. Maar in de meeste gevallen voor onderzoekers die al bekend zijn met microdata, kan het wel eens binnen 2 weken al, of zelfs eerder, al geregeld worden. Het is maar hoe complex je project is. En vergeet niet bij een upload dat je ook nog soms vastzit aan juridische zaken. En die, dat is onze ervaring, die duurde altijd toch wel een paar weken voordat je daar uit bent als het dan echt ingewikkeld wordt. Ik wou net zeggen, ik vond 4 weken namelijk razendsnel. Dus dan heb je in de meeste gevallen niet eens een contract beoordeeld door een jurist. Nou, we hebben zelf al contracten die we eigenlijk niet aanpassen, die zijn al beoordeeld door onze eigen juristen. En daarin staan eigenlijk de voorwaarden die voor een deel net genoemd zijn. En daar dient de onderzoeker voor akkoord te gaan. Dat is ook geen optie om daarvan af te wijken. Dus vandaar dat wij, het is wat wij aanbieden. En meer kunnen we er eigenlijk niet van maken. Vragen kan natuurlijk altijd. Dank jullie wel.
Ik hoop dat iedereen hier inderdaad weer een stukje wijzer van is geworden. En ik ga er maar even voor het gemak van uit dat jullie zeker te benaderen zijn met inderdaad vragen, opmerkingen, andere feedback of interesse. En dan stel ik voor dat we doorgaan naar onze volgende spreker, dat is Saskia. Kijk aan, daar is de presentatie. Omdat we al een klein beetje uit de tijd lopen door toch de technische dingetjes, zou ik Saskia jou willen vragen. Vind jij het goed als er eventueel vragen nog achteraf bij jou via de mail terechtkomen? Prima. Ik zal proberen om her en der wat versnelling en sommige dingen misschien niet expliciet te benoemen. Ik neem aan dat de dia's ook gedeeld gaan worden, hè, naar de... Dus dan kunnen de mensen sommige dingen ook nalezen op de dia. En dan zal ik proberen om het in een kwartier te doen. Dan hebben we nog tijd voor een paar vragen. Fantastisch. Als mensen moeten afhaken, dan weten ze je ook te vinden. Ja, zeker. Zeker. Ben ik goed verstaanbaar voor iedereen? Mooi. Mijn naam is dus Saskia Houteman. Ik ben epidemioloog bij de NAR. Ik zal hoedanigheid ook wat vertellen over wat wij eigenlijk doen als NAR, hoe zijn wij ontstaan, maar met name ook richten op de data en denk ik de interessante vragen die bij jullie misschien ook leven over hoe wij bepaalde dingen organiseren binnen de NAR. De NAR is eigenlijk een aantal jaren geleden ontstaan uit een aantal rechtsvoorgangers. En dat waren organisaties die ook al een registratie hadden binnen het cardiovasculaire domein. En destijds is besloten om die organisaties samen te voegen, de registratie samen te voegen. Met name ook als doel natuurlijk om zo min mogelijk registratielasten in de ziekenhuizen te hebben. Want het was voorheen zo dat een ziekenhuis soms aan meerdere organisaties dezelfde data moest aanleveren. Het achterliggende idee binnen de NAR en dan met name binnen de tak innovatie van de NAR is toch wel ook het value-based healthcare principe. Dus wij willen eigenlijk aan de hand van de data die verzameld wordt in de ziekenhuizen kijken of we verbeteringen kunnen realiseren binnen de hartzorg in Nederland. En dat doen we eigenlijk door het rapporteren op uitkomsten en te kijken via benchmark-analyses of die uitkomsten in die verschillende centra verschillen. En zo ja, kunnen centra dan leren van elkaar door hun uitkomsten ook dan te verbeteren. Dat is eigenlijk kort gezegd wat een belangrijke poot is van de NAR. Zoals ik al zei, werken we binnen de NAR hoofdzakelijk dus via het value-based healthcare principe. Dat is de theorie van Porter. Misschien de meeste van jullie wel bekend, waarbij je uitgaat van patiëntwaarde. En dat is dan de breuk van uitkomsten gedeeld door kosten. En vooralsnog richten wij ons binnen de NAR vooral ook op het meten van uitkomsten. Want dat moet ook natuurlijk eerst goed op orde zijn voordat je ook aan de slag kan met de kosten. Hoe kom je nou eigenlijk tot die uitkomsten? Dat staat hier eigenlijk op deze dia en is misschien wat complex, maar ik probeer jullie er even doorheen nemen. Want je kan natuurlijk niet alles meten. Zoals jullie weten is de belasting voor ziekenhuizen vaak heel groot om allerlei gegevens aan te leveren aan registraties. En binnen het value-based healthcare principe ga je eigenlijk uit van dat je zegt, nou, ik wil een aantal uitkomstmaten die belangrijk zijn voor de patiënt. Die wil ik meten. Maar hoe bepaal je dat nou eigenlijk? Nou, dat staat hieronder in deze lijn. We hebben samen met verschillende artsen hebben we outcome teams opgesteld. Dat hebben we gedaan per medische conditie. Want je kan je voorstellen dat een bepaalde uitkomst voor een cardiochirurgische ingreep anders relevant is dan voor een dotterprocedure. Die uitkomsten, dan kan je je ook voorstellen dat er heel veel kunnen zijn en dat je daar een soort rangorde in aan moet brengen. Dus die zijn allemaal gescoord. Dus er is aan de hand van een care delivery value chain gekeken. Goh, welke uitkomsten en welke processen hebben we nou eigenlijk allemaal? En welke komen in aanmerking voor om te gaan meten? Vervolgens is daarna gekeken dat je zowel kortdurende als langdurende uitkomstmaten bekijkt. Je wil kijken naar overleving, je wil kijken naar een complicatie vlak na de operatie, maar je wil bijvoorbeeld ook kijken naar kwaliteit van leven. Vervolgens is ook met verschillende stakeholders in het veld gekeken van, nou, zijn dit nou inderdaad de uitkomstmaten die ook voor jullie relevant zijn? He, want ook voor zorgverzekeraars, voor het ministerie, et cetera, is het relevant om bepaalde uitkomsten te meten. En daarnaast hebben we ook nog
patiëntkenmerken nemen. Je voorstellen dat uitkomsten gaat vergelijken tussen centra, dat dan al snel de opmerking komt, ja, maar wij behandelen veel zwaardere patiënten, wij behandelen veel moeilijkere patiënten en daarom doen wij het veel slechter in de uitkomsten. Dus daar wil je voor corrigeren. Je wil corrigeren voor bijvoorbeeld leeftijd, voor geslacht, voor zorg, voor urgentie, et cetera. Nou, als je al die set van variabelen gedefinieerd hebt, dan ga je die verzamelen in het ziekenhuis en analyseren. En dat zal ik later nog vertellen. Om voor jullie een beetje een beeld te hebben van hoe die NAR nou georganiseerd is. Alle hartcentra in Nederland en alle dottercentra in Nederland, die zijn aangesloten bij de NAR. En ook alle andere ziekenhuizen, die leveren data aan de NAR. En dan moet je nu vooral nog denken aan pacemaker en ICD-ingrepen. En dat gaat uitgebreid worden, zoals je ziet. Zijn we bezig met hartfalen, met atriumfibrilleren en ook met acuut coronair syndroom. Waarbij natuurlijk ook bij acuut coronair syndroom de huisartsen om de hoek komen kijken. En dat is natuurlijk nog een heel complex iets van hoe ga je dat allemaal koppelen. Nou, daar weten jullie ook alles van, denk ik. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Zoals ik al zei, hebben we 3 pijlers binnen de NAR. Dat is een pijlerregistratie. Daar begint natuurlijk alles mee. Want als je het niet goed registreert, kan je er ook geen onderzoek mee doen. En een pijler innovatie, waarbij we verschillende innovatieve projecten hebben. En in die korte tijd die ik heb voor deze presentatie, kan ik niet alles noemen. Dus ik probeer me nu vooral even een beetje te richten op de juridische zaken en de data. Dit is een vrij complex plaatje, maar voor jullie belangrijk om te weten is dat onze organisatie zo ingericht is dat we voor elke medische behandeling een registratiecommissie hebben. Die registratiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Op die manier hebben we onze juridische structuur geregeld. Dat is met een dienstverleningsovereenkomst en dat betekent dat wij als NAR verwerker zijn van de data. De centra blijven altijd eigenaar van de data. Wij zijn alleen maar verwerker en doen dingen in opdracht van de centra. Dus wij als NAR mogen nooit analyses doen waarvan de centra ons geen opdracht hebben gegeven. Wij mogen ook nooit analyses naar buiten brengen die tot centrum herleidbaar zijn. Dat mag alleen met toestemming van de centra. En die afspraken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de verschillende centra. En elke registratiecommissie heeft dus een vertegenwoordiger uit het centrum. Dus stel nou dat een registratiecommissie zegt, goh, wij willen heel graag benchmark-analyses doen en wij willen met naam en toenaam alle centra naar buiten brengen met de uitkomsten. En zij hebben daar allemaal akkoord voor gegeven, dan mogen we dat doen. Maar als één individueel centrum vraagt, goh, ik wil graag alle gegevens hebben over een bepaalde behandeling met een bepaalde uitkomst van alle centra met naam en toenaam. Dan moeten we eerst dus toestemming hebben van alle registratiecommissieleden. Voor de rest hebben we een aantal gremia die ook van belang zijn, waaronder de Wetenschappelijke Raad. En de Wetenschappelijke Raad die toetst eigenlijk alle gegevensaanvragen die binnenkomen bij de NAR om met de gegevens die wij hebben aan de slag te gaan. Zo ziet onze structuur eruit als die data binnenkomt. Er werd net al wat gezegd, hè, hoe dat bij het CBS gaat. We hebben natuurlijk allerlei verschillende ziekenhuizen die data voor ons verzamelen. Voor ons is het van het allerbelangrijkste of van het allergrootste belang dat alle centra op dezelfde manier de data verzamelen. Als we het hebben over een chronische totale occlusie, dan moet het niet zijn dat het ene centrum zegt, oh, dat is bij als 30% van het vat dicht zit en het andere centrum zegt als 40% van het vat dicht zit. Dus we hebben een zogenaamd NAR-handboek, waarin alle definities staan, alle coderingen, et cetera, van de variabelen. Die data die worden in de centra verzameld en we werken samen met EPD-leveranciers. Dat EPD-leveranciers ervoor zorgen dat templates in het EPD goed ingericht zijn en ook zo ingericht zijn dat de data makkelijk ontsloten kunnen worden om aan te leveren aan de NAR. Hoe gaat die data-aanlevering aan de NAR?
Wij hebben een samenwerking met klinische informatiekunde van het AMC, of ik moet zeggen het Amsterdam UMC locatie AMC. Zij hosten voor ons de database, om het maar zo te zeggen. Dat betekent dat zij dus ook eigenlijk onze TTP zijn. Dus met andere woorden, de centra die leveren de data aan via, dat heet bij ons dan Mijn NAR. Zij loaden die data up. En vervolgens zorgen zij ervoor dat de data die beschikbaar komen voor ons als NAR volledig gepseudonymiseerd zijn. Dus wij kunnen geen namen van patiënten meer zien. We kunnen geen tot patiënt herleidbare gegevens meer zien. Op het moment dat die data geüpload wordt, zijn er al een aantal controles. En daar zal ik zo nog even wat van laten zien. En wij doen ook zelf handmatig nog een aantal controles op de data. Allemaal om ervoor te zorgen dat de data die uiteindelijk gebruikt gaat worden in de rapportages of voor wetenschappelijk onderzoek van voldoende kwaliteit zijn. En daarnaast voeren wij ook audits uit in de ziekenhuizen. En dat betekent dat we elk jaar een andere medische behandeling gaan bekijken. Dit jaar doen we dat voor open hartoperaties. Wij gaan 100 dossiers per ziekenhuis lichten. En we gaan kijken of alle data die ze aangeleverd hebben aan de NAR. Nou, alle data is het niet, een selectie van data. Of dat ook te verifiëren is in de brondocumenten. Met andere woorden, kunnen we ze terugvinden in het EPD. Zoals ik al zei, hebben we dus inderdaad een handboek waar alles in staat. Alle documenten daarvan zijn terug te vinden op onze website. Dan kunnen wetenschappers of andere mensen ook zien welke data worden er eigenlijk allemaal verzameld. Wat kunnen we daarmee? En hier zien jullie de verschillende behandelingen waarvan we data tot nu toe beschikbaar hebben. Even een kleine sneak preview van het handboek. Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Hier zie je twee verschillende variabelen. We geven de naam van de variabele, de kolomnaam, hoe het aangeleverd moet worden, of het verplicht is of niet. De definitie daarvan, het type data, de codering en eventueel een bron als er een bepaalde definitie gebruikt is. En op die manier kan iedereen zien op welke manier wij de data verzamelen. Ik zei net al dat er een aantal automatische kwaliteitscontroles zijn. Dus hier links zie je het scherm van hoe zo'n upload er dan uitziet. Je gaat naar Mijn NAR, je kan daar een dataset uploaden en je krijgt meteen een foutrapportage. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een codering niet goed is. Sommige sets worden geweigerd, maar er zijn ook een aantal fouten waarvan we de set niet weigeren, maar wel wat een type controle is, dat ze bijvoorbeeld missings hebben, et cetera. Hier zie je bijvoorbeeld dat de PCI-toegang, die is volledig leeg voor het jaar 2018, voor alle 1143 interventies. Het kan best zijn dat dat niet de bedoeling was, dan kan zo'n centrum opnieuw een upload doen. Dus onze database is altijd real-time. Dus op elk moment kunnen we een uitdraai maken van de database met op dat moment aangeleverde data. Ook krijgt het centrum altijd een factsheet van de geüploade dataset. Daarin staat hoeveel interventies zijn aangeleverd, de leeftijdsgroepen, wat voor interventiegroepen het zijn, et cetera. Dus hier zie je daar een voorbeeld van, zodat ze snel een idee hebben van of het klopt wat ze aangeleverd hebben. Wat wij vervolgens nog doen, is dat wij voor alle variabelen die wij ook echt in de rapportage rapporteren, een outlier controle doen. En hier zie je dat bijvoorbeeld voor de variabele cardiogene shock. Op de x-as, die heb ik nu weggelaten, maar staan alle ziekenhuizen. Deze delen wij ook met de ziekenhuizen en dan kunnen zij zien of zij een beetje binnen de bandbreedte vallen. Want de lijn die je ziet, dat is het gemiddelde van cardiogene shock in Nederland. En dit, die rode puntjes, zijn de individuele centra. En de stippenlijnen zijn de 95% betrouwbaarheidsgrenzen. Hier zie je dat één ziekenhuis vrij hoog is in cardiogene shock. Dat is voor ons reden, als deze buiten de bandbreedte valt, om aan het centrum te vragen of deze data klopt. Kunnen ze dat verifiëren, dat zij inderdaad wat hoog zitten in cardiogene shock? Komt dat door een bepaald jaar, et cetera. Dus dit zijn voor de centra inzichtelijke data om te hebben. En ook voor ons. En dat zijn allemaal kwaliteitscontroles die we doen voorafgaande aan de echte rapportage.
Ik moet er denk ik wat sneller doorheen, want ik zie dat het al bijna 3 uur is. Zoals ik al zei, elk jaar hebben we een rapportage. Die kan je terugvinden op onze website. En daarin rapporteren wij de getallen over de uitkomsten van zorg. Hier een overzicht, maar dat, jullie krijgen de presentatie, kunnen er nog eens naar kijken. Maar hier een overzicht van de procedures. En in de afgelopen jaren hadden we ongeveer 80.000 procedures in onze dataset. Je ziet ook dat de data vrij compleet is. In ieder geval voor die variabelen die verplicht aangeleverd moeten worden. We hebben ook niet verplichte variabelen en die zijn natuurlijk minder compleet. Dit zijn de type analyses die we laten zien als het gaat over benchmark-analyses. Kort gezegd is het zo dat we hier laten zien hoe goed de centra het doen ten opzichte van elkaar. En zit een centrum in het rode vlak, dan kan dat aanleiding zijn om te kijken hoe kan het dat het centrum daar toch minder goed op presteert. En kunnen de centra die in de rode vlakken liggen leren van de centra die bijvoorbeeld in de groene vlakken liggen. Dus die doen het significant beter. We hebben ook kwaliteit van leven data. Dat is hier te zien. Verzamelen we de ziekenhuizen steeds meer. Dus daar komen ook steeds meer gegevens van beschikbaar. Dit heb ik net al verteld. Hè? Dus we hebben een dienstverleningsovereenkomst. Belangrijk om te weten en misschien interessant voor jullie is dat voor de registratie van de Nederlands Hartregistratie niet-WMO-plichtige verklaring is afgegeven voor de hele registratie. Dus alles wat wij doen met de data die geregistreerd worden voor kwaliteitsdoeleinden, hebben wij een niet-WMO-verklaring. Je kan daar onderzoek doen met de gegevens van de NAR. Op de website kan je terugvinden hoe je gegevensaanvraag kan doen. Dat zie je hier aan de linkerkant, het aanvraagformulier. En hier aan de rechterkant zie je waar je naar die link kan gaan. In 2019 hadden we 10 aanvragen. En je moet je voorstellen dat met de jaren toeneemt. Omdat we natuurlijk nog maar een vrij jonge organisatie zijn. Dit sla ik omwille van de tijd denk ik even over, maar de boodschap van deze dia is dat we natuurlijk gewoon de upload hebben van data door de ziekenhuizen, maar dat we daarnaast ook onze dataset verrijken door onderzoeken die gedaan worden, door ECRF's in te vullen en dan kunnen we onze data ook nog verder voor onderzoeksdoeleinden verrijken. Dan tenslotte nog even de samenwerking. Linksboven zien jullie het grote logo van het CBS. We zijn bezig met een project samen met CBS. Dat ligt wat stil vanwege COVID, maar dat gaan we hopelijk snel weer oppakken. We proberen samenwerking aan te gaan met uploaden van data van de trombosediensten, omdat die weer gegevens hebben die wij niet hebben. De huisartsen, zoals ik al zei, voor het ACS-project. En met Dutch Hospital Data doen wij verschillende projecten om te kijken hoe we kunnen komen tot het koppelen van onze data. De laatste dia gaat over projecten die wij doen en naar de toekomst toe. We zijn druk bezig met kijken hoe we registry-based RCT's kunnen gaan opzetten binnen de NAR. Daar heeft natuurlijk een bepaalde governance nodig. Daar zijn we nu druk mee bezig. En er zijn al heel interessante vragen binnengekomen om zo'n type studie te gaan doen. En daarnaast hebben we een project lopen met DICA en met het Zorginstituut om te kijken hoe we het concept Personal Health Train meer vorm kunnen geven. Door te kijken of ook wij daar als NAR ons steentje aan bij kunnen dragen. En met name het juridische stuk was heel erg lastig. En dat hebben we nu eigenlijk wel opgelost. Dus we hopen dat we heel snel de praktijktoets verder kunnen brengen. En dat we daar weer van kunnen leren. Maar de tijd voert nu te kort, denk ik, om daar heel diep op in te gaan. Maar dan kunnen jullie mij altijd vragen als jullie nog aanvullende vragen hebben. Dus dat heel snel in die vogelvlucht, wat wij als NAR doen, hoe we het geregeld hebben. En voel je vrij om mij te mailen, om ook vragen te stellen. Mijn mailadres staat hier niet op, maar dat is eigenlijk heel simpel. Want dat is gewoon saskia.houterman@nederlandsehartregistratie.nl. Maar dat komt vast nog via Robin. Ja, dat gaan we in orde maken. Dankjewel, Saskia. Goed dat je het zo helemaal in de tijd hebt weten te squeezen.
Er kwam even een vraag binnen via Slido volgens mij. Maar ik zag ook vragen in de chat. Dus de mensen die nog even kunnen blijven hangen, doe dat vooral. Voor de mensen die dat niet kunnen, heel leuk dat je erbij was. En ik hoop de volgende keer weer zo'n mooie opkomst te zien. En zet eventueel opmerkingen of vragen vooral in de mail. In de chat zag ik een vraag van Pascal Suppers. Maken jullie gebruik van ontologieën zoals SNOMED, CT? Ja, dat gebruiken wij nu nog niet actief. Dat hebben wij wel voor het PHT-project, dus voor de Personal Health Train, met het vermaken van data, et cetera, zijn we daar wel mee bezig. En dat is wel iets naar de toekomst toe waar we meer mee moeten. Klopt, ja. Zeker als we koppelingen willen gaan maken met andere registraties. Ja. Ja. Er staat ook nog een vraag voor Fatima in de chat, maar misschien kun je die zelf oppakken. En dan nog een vraag van Annelies Wind aan Saskia. Hoe meten jullie kwaliteit van leven en hoeveel procent van de ziekenhuizen leveren hier al data van aan? Ja, kwaliteit van leven meten wij via de SF36. We hebben gekozen voor een generieke vragenlijst. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar voor atriumfibrilleren gebruiken wij de AFECT-vragenlijst. Omdat dat een ziektespecifieke vragenlijst is en daar is de SF36 voor die aandoening niet zo geschikt. Ik denk dat nu ongeveer 1/3 van de ziekenhuizen kwaliteit van leven aanlevert. Dus daar is nog wel voor ons wat werk te doen om ervoor te zorgen dat er meer ziekenhuizen zijn die dat aan gaan leveren. Ja. Ben je geholpen met dat antwoord, Annelies? Wie zwijgt, Sam's doen, zullen we maar gaan uitgaan. Ja, mijn microfoon was uit, maar ja, dankjewel, ik ben geholpen. Goed zo. Ik kijk even of we alle vragen gehad hebben. Ik zag net, dacht ik, nog iets in Slido voorbij komen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij dat heb ik in het een gezien. Split second. Oh ja, ja, hier is het. Dat kost het een project gemiddeld waarbij een bestand wordt geüpload. Maar ik weet niet, dat is denk ik voor Fatima. Ja, zo ziet het er wel uit. Ja, dat klopt. Ja. Die heb ik gemist. Ja, hij staat nu in het scherm. Wat kost een project gemiddeld waarbij een bestand wordt geüpload? Dat is eigenlijk afhankelijk van de sleutelvariabelen die in zo'n bestand wat geüpload wordt staan. Als het BSN-gegevens zijn, dan zijn die best makkelijk te versleutelen. Dan gaat het om een bedrag van €250 per bestand. Als het gaat om een bestand met daarin geboortedatum in combinatie met geslacht en adres en ook nog een geldigheid van het adres, dan gaat het om een bedrag van €675. Dus het is echt afhankelijk van wat voor sleutelvariabelen er in dat bestand zitten. Dankjewel. Ja, misschien even aanvullend van, er staat inderdaad in wat het project kost. De totale kosten liggen wel wat hoger, omdat je start met opstartkosten van €1800. Dus gemiddeld moet je denken aan enkele duizend euro's wel. Een vrij eenvoudig project zal rond de 3.500 zijn. En afhankelijk van hoeveel dataset je gebruikt, hoeveel bestanden je uploadt, kan het een veelvoud ervan zijn. Helder, goed om even te noemen, denk ik. Ja. Ik zit even te kijken. Ik zie in de chat geen vragen meer. Ik zie ook geen handjes meer. Ik zie wel nog een vraag in het scherm. Als jullie ideeën hebben om deze sessie voor de volgende keer te verbeteren, geef dat dan vooral nog aan. Kan in Slido, kan eventueel ook via de mail. Als er dan geen opmerkingen of vragen meer zijn, kijk aan, dank voor het antwoord, Fatima. Dan gaan we hem afsluiten, denk ik. Ik wil de sprekers heel hartelijk bedanken voor het voorbereiden en wellicht de improvisatie en het bereid zijn om het toch op deze manier te doen. Heel erg leuk. En ik hoop dat we de volgende keer op 12 november weer met een grote groep zijn en dan weer wat andere perspectieven kunnen horen. Inderdaad, vanuit het Durocenter en vanuit IKNL. Dus van harte welkom ook weer allemaal. Dank jullie wel. En een hele fijne middag nog.